Het is winter en de vogels hebben best moeite om aan eten te komen. Jij kunt ze heel makkelijk en bijna voor niets helpen met deze vogelvoederdom. Om die zelf te maken heb je nodig een leeg melkpak, witte hobbyverf of iets dat je nog hebt staan, een paar knijpers, een kwast, een stokje of takje, ongeveer zo dik als een potlood, knutsellijm, een hobbymes, een klosje touw, een zakje vogelvoer, een potlood, een zwarte stift en het overtrekvoorbeeld. Even downloaden, uitprinten, de link staat erbij. Spoel het melkpak om met water en een beetje afwasmiddel. Laat het pak drogen en lijm daarna de opening dicht. Schilder het pak in de gewenste kleur. Neem het overtrekvoorbeeld, snijd het hartje en de bogen uit en dan pas het hele vlak. Teken de figuren over op het pak. Trek ze over met de zwarte stift. En snijd heel voorzichtig het hartje eruit. Als je niet kunt printen of dit te ingewikkeld vindt, dan kun je de figuren ook uit de hand op het pak tekenen. Maak onder het hart aan twee kanten een gaatje voor de stok. Steek deze er doorheen. En lijm hem vast. Doe het vogelvoer erin. En hang hem op. Of zet hem neer. Zo, dat was het weer. Succes met het maken. En namens de vogels, dank je wel.